Mozes, wat moesten die arme moeders nu doen? Het met hun pasgeboren jongetjes. Toen Mozes geboren werd, verstopte zijn moeder hem in huis, maar het kindje maakte geluidjes. Zijn moeder was bang dat de boze koning Mozes zou horen. De koning wilde alle kleine jongetjes van de Israëlieten doodmaken, want Mozes zou nu toch doen. Toen kreeg de moeder van Mozes een idee. Ze stopte Mozes in een mandje. Ze bracht het mandje naar de rivier. Daar liet ze het drijven. Zie je wel? Het zusje van Mozes heette Mirjam. Ze ging zich verstoppen achter het rivier. Zij zag Mozes in de mandje. Ze wilde hem wel houden, maar de prinses had geen moedermelk voor Mozes. Wie kon hem dat wel geven? Mirjam had een allemaal gehoord. Ze zei: ik weet wel iemand die het kindje moedermelk kan geven. Dat vond de prinses fijn. Mirjam rende naar haar moeder, die mocht Mozes verzorgen tot het groot was. Daarna mocht hij in het paleis wonen. Niemand kon hun nu nog kwaad doen. Ook de bezoekkoning niet, gelukkig maar.